De stem van de streek. Omroep Voeren. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, Randa. Het is weer tijd voor een update. We hebben een tijdje geleden nog contact gehad met burgemeester Joost Gaans. Mm-hmm. En ook met jou, Jolanda. Maar dat is toch alweer zeker een maand geleden. Dus, Ik denk van begin september dat het geleden is. Oh ja, het was bij de live-uitzending. Ja, toen scheen de zon. Ja, klopt. Ja, dat is waar. De laatste keer was in de live-uitzending. Dus ja. Dan kunnen we weer een hele boterham. Of valt het mee? Verzorgen? Het valt mee. We moeten altijd wat onderwerpen eruit kiezen die actueel zijn. En ook niet te veel informatie geven. Hè. Er leeft wel van alles in de gemeente. Ik denk dat jullie het ook wel... zien, hè? Als je de Facebookpagina van de gemeente ook in de gaten houdt, ook de Facebookpagina van Voerbelang, en dan zijn jullie wel mee met de laatste nieuwtjes. Ja, precies. Laten we eerst eens teruggaan naar 26 oktober, de laatste gemeenteraadsvergadering. Inderdaad, ja. Er zijn enkele budgetten goedgekeurd van de kerkbestuur, enkele aanpassingen van de budgetten. Dat is eigenlijk een standaardprocedure die regelmatig terugkomt op de gemeenteraad. Ja. Daarnaast ook het budget van de politie, of de begrotingswijziging van de politie is goedgekeurd. Dan zijn er ook enkele minder spannende dingen. Dat zijn algemene vergaderingen die aan het einde van het jaar op de agenda staan. Die agendas komen ook altijd op de gemeenteraad en die worden dan goedgekeurd door de raadsleden. En dan misschien belangrijk om hier te vermelden is de openbare verlichting. Daar hebben we beslist om het dovingsregime af te schaffen. Mm-hmm. En ik kan de laatste update meegeven van Tubius. Dat gaat in werking treden vanaf 13 november. Oké, dus we zitten nog een week in het donker dan s'nachts. Ja, inderdaad. En dan zouden we terug s'nachts aan moeten zijn tussen 12 en 5. Wat zijn nu eigenlijk de beweegredenen om toch terug te komen op die beslissing? Ja, het voornaamste is toch wel, moet ik zeggen, het veiligheidsgevoel ook wel van de mensen. Ondanks dat we eigenlijk weinig klachten hebben gekregen, leefde onder de raadsleden toch wel ook het gevoel dat ze soms werden aangesproken van het voelt onveilig. Terwijl er totaal geen feitelijkheden zijn of geen objectieve waarnemingen dat effectief zo is. Hmm. Maar ja, ook het gevoel van de inwoners is daarin belangrijk, denk ik. En natuurlijk, de energieprijzen zijn toch wel gezakt op de vorige winter. Dat moeten we erkennen. En dan, ondanks dat een besparing was van ongeveer 30.000 euro per jaar voor de gemeente, hebben we dan toch beslist om nu terug aan te gaan. En ook in navolging van andere Limburgse gemeentes, waaronder Tongeren, Reims, Sint-Truiden ook, als ik me niet vergis. Dus het is ook wel een tendens om terug aan te gaan staan. Ja, oké, goed. We hebben het geprobeerd. En er zijn nu genoeg redenen om te zeggen van, we laten ze toch weer branden. Ja. Als we dan even verder gaan op straatverlichting. Fluvius en de gemeente die zijn samen bezig met een plan, een masterplan. Ja, inderdaad. Dat heb ik ook op de gemeenteraad toegelicht, dat parallel met het terug aangaan van de verlichting s'nachts, we toch gaan werken achter de schermen naar een soort masterplan, een geïntegreerd plan, dat we op bepaalde plekken toch wel kunnen gaan dimmen met de ledverlichting die er begint te komen. Hè. We zijn in Voer aan het verledden. Zoals de rest van Vlaanderen dat ook moet, tegen 28 moet alles verled zijn, dus duurzame verlichting. En dan kun je gaan dimmen. Dus dat zie je met het blote oog eigenlijk amper, dat het bijvoorbeeld 50% of 30% gedimd is. En dat is toch wel een besparing, ook op de energiefactuur. Het is ook beter voor de natuur, als er wat minder fel ligt, dus voor vleermuizen, voor nachtdieren en zo. Dus het is toch wel een tendens die zich ook doorzet. En daar gaan we nu volop aan werken, samen met de expertise van Fluvius. En het gaat ook binnen een toekomstgericht beleid, wat voerbelangen ook wil voeren. Dus ik denk dat het alleen maar goed is om daarop in te zetten. Ja. Dus eigenlijk wordt het hele netwerk onder het vergrootglas gelegd en gekeken op welke plekken kunnen we de verlichting enigszins dimmen. Maar op andere plekken, in het kader van verkeersveiligheid bijvoorbeeld, misschien wat intensiveren. Ja, intensiveer gewoon 100% laten branden zoals het nu het geval is. Om 11 uur denk ik dat er al 30% afgaat, maar dat zie je dus amper. Mm-hmm. Maar ik denk inderdaad ook aan dat we naar het prooiplan van de gemeente moeten kijken, het mobiliteitsplan, en daar echt een visie over het globaal beeld op uitwerken. Dus inderdaad, op strategische plekken zoals kruispunten, de doorgaande weg, daar moet je het gewoon aanlaten voor de zichtbaarheid van de mensen. En inderdaad, dat is ook altijd beter, denk ik. Ik moet zeggen, persoonlijk vond ik het niet storend dat het licht uit was, maar dat is een persoonlijke kwestie. In het algemeen hebben mensen toch liever het licht aan, zeker waar er veel verkeer is. En bijvoorbeeld aan feestzalen, dat zou ook een visie kunnen zijn om het daar aan te laten. Of inderdaad wat minder te dimmen dan op andere plekken. Dus de visie moet uitgewerkt worden en dat gaan we dus doen samen met de expertise van Fluvius, die daar natuurlijk veel meer in betrokken zijn als wij als kleine gemeente. Ja.
heb je het economisch aspect, hè? Dus 36% is al verlet, zoals men dat dan zegt. Hè? Tegen 2028 moet dat 100% zijn. Dat is ook een, ja, een Vlaams streven vanuit de Vlaamse overheid. Mm-hmm. Maar de gemeenten zeggen ook, we gaan dat slim aanpakken. We werken efficiënt, ook kostefficiënt. Dus met geplande werkzaamheden, daar gaan we dan één keer ook die verlichting meenemen. Ja, dus bij de rioleringswerken, als toch het straatbeeld helemaal vernieuwd wordt, dan doen we daar ook de verledding. Dat is eigenlijk de tendens die wij volgen. En omdat er nog wel wat rioleringswerken op de planning staan, kunnen we natuurlijk synchroon laten lopen samen met die verledding. Dus dat is wel een, ja, een visie over nagedacht is. Ja, precies. Dat kan alleen maar iedereen toejuichen, hè? Want het is toch gemeenschapsgeld. Ja, dan het ecologisch aspect. Dat is natuurlijk nog een ander verhaal. Er waren ook geluiden tijdens de gemeenteraadsvergadering van de oppositiepartij van kijk, voor de dieren die 's nachts leven, is het misschien beter. En daar wordt dus ook bij stilgestaan in dat masterplan. Zaak die, ja, die vraag hebben we toch wel vaker gehoord de afgelopen weken. Hoe zit het met de kerkgebouwen? Blijven die verlicht ook 's nachts? Momenteel hangen die vast aan de openbare verlichting, inderdaad. Dus dat is geen schakel apart wat kan worden uitgezet. Maar dat is inderdaad in het masterplan iets om zeker rekening mee te houden. Mm-hmm. Want daar leven nogal eens uilen, vleermuizen, ja, inderdaad, ja, in die oudere gebouwen. Om dat misschien toch los te koppelen en gedurende de nacht die kerkgebouwen dan niet te verlichten. Ja, want die dieren raken gedesoriënteerd door het licht. Ja. Oké, okay, goed. Dat zeker is... in een gemeente like Voeren, hè, een landschapsgemeente met toch wel wat... dieren, hè? Is dat toch wel belangrijk om dat ook zeker mee te nemen. Ja, daarom te meer. Ja. Goed, duidelijk verhaal, dus wordt vervolgd sowieso. En op 13 november, maandag 13 november, dan blijft de straatverlichting ook weer 's nachts branden. Klopt. Verder nog zaken die tijdens de gemeenteraadsvergadering aan bod zijn gekomen? Nee, niks. Ja, de aankoop van de mobiele camera die wordt uitgesteld, omdat er toch nog wat nader onderzoek nodig is. Ik denk dat het nooit verkeerd is om zaken toch nog eens extra onder de aandacht te brengen. Dus dat even uitgesteld naar de volgende gemeenteraad van november dan. Ja. Verder geen grote dingen op de gemeenteraad. Wat ik wel zou met die openbaar verlichting ook even zou willen meegeven aan de luisteraars, is Fluvius die zet ook echt in op energietransitie. Ik denk dat jullie allemaal weten dat dat hot topic is deze dagen. Iedereen denkt eraan om zonnepanelen te leggen, of mensen hebben al veel zonnepanelen. En dat is natuurlijk het netwerk van de elektriciteit, je raakt daardoor stilletjes aan vol. Dus dat is ook echt wel een probleem over heel Vlaanderen, heel België en ook in Nederland, voor eventueel Nederlandse luisteraars die er zijn. De netcongestie, dat is hot topic. En ik wil toch even meegeven dat Fluvius daar echt wel op inzet. Ze gaan een bedrag van 4 miljard over de komende jaren investeren om dat stroomnet te versterken. Okay. En daarbij de verplaatsing van de digitale meter. De meeste mensen zullen het bezoek van Fluvius al gehad hebben om die te plaatsen. Daar komt er een beter zicht op die energiestroom. En het is toch wel belangrijk om dat dan beter in kaart te kunnen brengen. Om te kijken waar moeten we nu het netwerk aan versterken, waar niet. Mm-hmm. En vervoeren, ja, zo werd er recent op de VZ-weg in Moelingen een nieuwe cabine geplaatst. Dat kadert ook in die energietransitie. Ook in het kader van veilig werken. Vroeger werken ze met paaltransformatoren, die hangen bovenaan de paal. Daarom valt in Voeren af en toe nog stroom uit. Als we in een cabine zitten, is dat allemaal veel meer beschermd tegen weer, wind, tegen storm. Dus dat is allemaal een visie die samenhangen. Limburg is een groene provincie, Voeren is zeker ook een groene gemeente. Dus ik denk dat we daar ook moeten inzetten om die energietransitie door te voeren. En die bijkomende cabines die kaderen daarin. Dus er gaan er ook nog komen in de rest van Voeren. In Moelingen zoeken ook. En misschien ook een warme oproep hier naar mensen die bereid zijn om daarin mee te denken. Dus die eventueel een stukje grond hebben waarop we een cabine kunnen zetten. Daar zijn we altijd naar op zoek, want het is heel moeizaam om gronden te vinden om zo'n cabine te plaatsen. Dus misschien een kleine oproep om de mensen warm te maken. Mocht je daarin interesse hebben, meld je zeker aan. En dan kunnen we samen verder denken. Oké, okay, goed. Mooie oproep. En is dan de bedoeling om zo één cabine te zetten per dorp of per twee dorpen? Wat, Nee. Het gaat over een afstand tussen kabels en zo. Dat is allemaal technische specificaties. En nu, idealiter is dat dus 375 meter dat ze nodig hebben tussen die kabels. En dan om de zoveel meter moet dan een cabine geplaatst worden. Dat gaat ook over de middenspanning. De laagspanning is dan weer een ander traject wat gevolgd moet worden. Dat moet soms versterkt worden. Recent hebben ze dat in Voeren in Quinte in het achtervoeren gedaan, omdat er ook wat spanningsproblemen waren. Dus dat loopt een beetje parallel. Dus laat de cabines bij en de laagspanning wordt versterkt. En dat gaat hand in hand natuurlijk om het netwerk sterker te maken. Oké, dus er zijn toch wel heel wat nodig dan, ja. Ja, absoluut. Ik sta dat allemaal in de energietransitie wat overal leeft. Niet alleen in Voeren, maar ik denk zelfs in de hele wereld dat er problemen zijn. Hè. Hoe meer zonnepanelen, hoe meer... er op het netwerk geïnjecteerd wordt, hoe meer ook afgenomen wordt. Dus dat moet allemaal wat beter gereguleerd worden. Door die digitale meter is dat mogelijk.
En dan kunnen ze beter bepalen waar moet nu die cabine komen, waar zijn er echt problemen, waar moeten we meer stroom voorzien op het netwerk. En ja, daar zoeken we altijd mensen die willen meedenken, meehelpen. En daarom mogen we het hier ook zeker even aankaarten. Ja, duidelijk. Oké, fijn. Duidelijke oproep, ja. Je haalt het net al even aan. Storm, hebben we hier problemen gehad afgelopen week? We hebben denk ik één uitval gehad, Moelingen-Schravenvoeren, maar die was denk ik binnen het uur hersteld. Dus dat is altijd dezelfde cabine op Schoppenmarij die daar problemen geeft. Daar kijken we dus ook naar een cabine, daar zijn we volop mee bezig. We denken ook dat we daar een stukje grond hebben gevonden, dus daar moeten we even nog aan de slag met de vergunning. En dan zou dat naar de toekomst toe ook beter moeten worden. Ja, dat in het kader van elektriciteit. Verder nog andere problemen? Ja, als gevolg van de storm. Ik wil even meegeven, omdat ik toch het forum heb om mensen te bereiken. Ik lees dan vaker op Facebook dat de stroom uit is. Met alle respect, maar Fluvius leest niet op Facebook of de stroom uit is. Daar is een nummer voor. Een algemeen nummer. Ik ga het misschien hier ook nog even meegeven, maar het staat ook op de website van Fluvius, op de website van de gemeente. Dat is een 078 35 35 00 nummer. Daar kun je altijd heen bellen. En dan wordt, als er stroomproblemen zijn, wordt dat meteen doorgegeven aan de juiste mensen. Het is belangrijk om dat mee te geven dat ze bij de juiste kanalen terecht kan. Nee, dat is waar. Zeker waar. Ja, sowieso als de stroom uit is, dan zou Fluvius sowieso geen Facebook kunnen lezen. Hè, dus. Nee, daarom. En dan ook voor de openbare verlichting. Hè. Is er een lampstuk, dan kun je ook bellen naar dat nummer. Dan komen ze dat repareren. Of je kunt het via de website, via een Google Maps kaartje, heel laagdrempelig ingeven. Super simpel. Dus ik wil dat toch even meegeven. De tools zijn er. De website van Fluvius, daar staat alles op. Gebruik ze alsjeblieft. Oké, fijn. Duidelijk. We zullen op tijdens stond nog eens herhalen. Ja, ja, absoluut. Duidelijk verhaal. 078 35 35 00. Wauw. Helemaal juist. Zo. Kijk, uit het hoofd. Dus zo moeilijk is dat helemaal niet. Goed, ja, dan een update, Jolanda. Want er zijn nog genoeg werken hier in de gemeente. Dat is goed. Ja, waar gewerkt wordt, daar zie je ook, daar is vooruitgang. Dus laten we maar beginnen met zullen teuven. Dat is prima, Roger inderdaad. Roger moet glimlachen. Beweegt het, hè? Zo is dat. Sinds deze week zijn ze daar bezig met de kantstroken, dus de lijnvormige elementen, de beton wat langs de asfalt komt te plaatsen. Daar ben ik heel blij mee, want als dat er is, dan is het nog een 2-3 weken en dan komt de asfalt, effectief de onderlaag asfalt. Dus mensen van Teuven zullen het ook al wel gezien hebben. Ze waren volop bezig nu op 2 en 3 november. Maandag en dinsdag wordt het nog afgewerkt en dan nog even geduld en dan zijn ze daar echt uit de modder. En daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Kerkhof was moeilijk bereikbaar inderdaad woensdag, maar... Er was rekening mee gehouden, maar het weer heeft het toch nog een beetje verpest. Ja, natuurlijk. Ja. Goed, van Teuven naar Sint Maarten, Sint Pieter? Sint Pieter zijn we klaar. Hè. Sint Maarten is ook niks acuut bezig nu, maar misschien wel richting Remersdaal. Daar zijn we achter de schermen, en dat is misschien toch wel interessant om ook mee te geven, bezig met de renovatie van de weg Middelhof-Bounder. Die is toch wel echt in zeer slechte staat. Dat zullen mensen die daarover rijden zeker kunnen beamen. En ik moet zeggen, we zijn volop bezig daar met een technisch expert om te kijken hoe we die weg kunnen opknappen. Want een hele nieuwe weg, dat is budgetair gewoon niet te doen. Dat is, gaat spreken over miljoenen. Mm-hmm. Maar een goede renovatie, dan zouden we ook al enkele jaren, misschien 20 jaar, zeker verder mee kunnen. Ik denk dat het ook goed is om te kijken waar renoveren we een weg en waar leggen we een volledig nieuwe weg aan. En die oefening zijn we nu aan het maken. En ik verwacht daar ofwel volgende gemeenteraad ofwel in december met een voorstel te kunnen komen dat de raad hier dan kunnen goedkeuren. Dat het ook in 24 in uitvoering kan gaan. En dan is het herstel dus niet de bedoeling dat daar dan speciaal aandacht komt voor fietspad of zo. Nee, het is gewoon herstellen. Jawel, dat nemen we altijd wel mee. Een fietspad zelf nu niet, omdat daar gewoon geen ruimte is. Maar dan moeten we gaan onteigenen en zo. Dus dat is niet ideaal om dat zo te doen. Maar zeker wel kijken voor snelheidsremmende maatregelen, omdat er wat fietsers op dat traject zitten. Ja, ja. Mm-hmm. Okay. Dat nemen we altijd mee. Bij alle wegen is werken, kijken we naar de verkeersveiligheid. Betere inpassing als dat mogelijk is. Dus we proberen altijd een totaalbeeld daarin mee te nemen. Ja, dus de Remersdaal wordt er nu achter de schermen gewerkt. En binnenkort is dat wat duidelijker. Wordt het ook visueel voor de inwoners. Mm-hmm. Goed, dan... Het is leuk om eens een tipje van de sluier te geven. Waarom we bezig zijn achter de schermen. Ja, dat is heel mooi. Sint Pietersvoren dan? Sint Pietersvoren is niks Is klaar, te vermelden. Dat is wel even klaar. Dus het mag ook in het slot gaan. Hè? Ja, kindstig weer voor elke gehoorlijk. Die kort de KMO-zone. Ja. Daar hebben jullie misschien ook gezien dat de lijnvormige elementen geplaatst zijn van de beweegstrook rondom de gebouwen die daarin komen. Daar zal ook een van de volgende weken de onderlaag asfalt komen. Dat is natuurlijk een heel andere situatie als rioleringswerken. Dat is een braakliggend terrein. Ja, dat gaat altijd wat vlotter en wat makkelijker werken dan als je tussen de huizen zit en tussen de inwoners moet werken. Dus daarom dat het daar ietsje sneller
dacht toch ook belangrijk om dat even mee te geven, dat dat daar goed vordert. Wat ik dan ook nog kan meegeven is dat in Ditsje en Mullenberg de nutmaatschappijen bezig zijn met de voorbereidende werken voor vroegfase 2. De grote rioleringswerken die daar volgend jaar van start gaan. Daar is de planning om in april van start te gaan. Dan gaan ze inderdaad via Ditsje, Mullenberg, Shoppen, zo richting Centrum St. Martens voeren. En dat zal een lang traject worden. Maar goed, daar zullen we jullie regelmatig nog over updaten. Ja. En ook de mensen, de inwoners, zullen daar nog van een update krijgen en de voorstelling van de plannen om hun mening en hun visie daar ook in mee te nemen. Ja, ja. Want vooral, ik hoor nu al geluiden van hoe moeten we dan de andere dorpen bereiken? Mm-hmm. Het verkeer, dat is natuurlijk een hele uitdaging, hè? Dat goed om te leiden. Ja, dat was gelijk vroeg fase 1. Hè? Toen het in het Gravenvoeren zo was, was er ook een omleiding. Nu goed, dat was dan wel iets kortere omleiding wat mogelijk was door de velden. Mm-hmm. Nu moeten we kijken of daar een optie is. Anders zal het via de gewestweg zijn dat de mensen moeten gaan omrijden. Ja, het is wat het is. Het moet gebeuren. We moeten er doorheen. En daarna is het natuurlijk wel, zijn we jaren stil, hebben gescheiden riolering en veel mooier beeld ook invoeren en een veel betere waterkwaliteit. Ja, oké, goed. Duidelijk. Ja, verder nog zaken, Jolanda? Ja, misschien kort over Moelingen nog de dorpsweide. Dat loopt ook, hè? Oh, ja. Het participatietraject van de inwoners. Daar is een plannetje uitgewerkt door een collega hier op de radio, hè? Oh. En het is ook belangrijk om te zeggen dat daar alle aspecten die de inwoners hadden aangegeven in zijn meegenomen. Dus het was eigenlijk een totaal concept. Waar onder andere gedacht is aan een hondenlosloopweide, een picknickplek, ook de kleuterschool. De kleine kinderen worden betrokken via insectenkastjes. Ja, het is toch wel een mooi concept. En dat gaat nu ook aan de adviesraden worden voorgelegd, begreep ik. En dan gaat dat ook in uitvoering gaan. En dan komt er weer een mooi stukje groen en een mooie belevingsplek in Moelingen bij. Ja, en dat wordt ook vervolgd. Dat, dat wordt zeker vervolgd. Sowieso. Nou, nu we toch daar bij die dorpsweide in Spe en het bruggetje. Er zijn nu ook lampjes, hè? Maar ik wil even vermelden. Er zijn ook lampjes, ja. Waar maar die gaan de volgende week pas aan. Ah, die branden dag en nacht. Nee, solar, dat zouden ze moeten aandelen. Ja, die branden. Ah, okay, ja, dat is op zonne-energie, hè? Ja, inderdaad. Ik zag het gisteren. Ook weer duurzaam. Met enige nadeel met zonne-energie. Als je veel zon hebt om ze te laden, dan heb je eigenlijk weinig licht nodig. Want je hebt veel, veel zonuren, weinig donkeruur. En in die wintermaanden heb je net veel donkere momenten, dus weinig oplaadmomenten. En zou je eigenlijk langer moeten kunnen schijnen. Is er zijn op zich wel kleine lampjes, dus dat zou moeten meevallen. Dat zou moeten meevallen. Dat licht moeten geven. Er kan genoeg geladen worden. Er is geen, geen externe hulp nodig of zo. Dus, Nee. Daar is allemaal ook rekening mee. Nee. Ook dat zij waterdicht. Het moet een bepaalde IP-gehalte hebben om toch wel voldoende tegen het water te kunnen hebben. Het kan ook een brugje. Daar is rekening mee gehouden. En het moet ook zeker voldoende licht geven. Anders heeft het geen zin om die te plaatsen. Oké. We zullen het in de gaten houden. En als er niet zo is, dan rapporteren we dat graag. Dat hoor ik dan ook graag, absoluut. Tot volgende week dan. Pessimist. Bedankt weer voor de update. En, graag gedaan. Ja, graag tot de volgende keer weer. En succes met het werk. Dank je wel. Dank je wel. Bye bye. Dag. De stem van de streek. Omroep Voeren.